Hoe geef je een workshop waar mensen wel met energie de deur uitgaan? Dat is wat ik je ga vertellen in deze video. Een denderende deelsessie, een buitengewone breakout, een wervelende workshop. Dat is natuurlijk wat jij wil geven als je gevraagd wordt om iets bij te dragen aan een bijeenkomst. Je mag een workshop geven, kortom. En dat wil je goed doen. Maar dat is best lastig, want je bent natuurlijk expert op het onderwerp waarop je wordt uitgenodigd. Daarom mag jij de workshop verzorgen. Je kan er dus veel over vertellen. En als expert ben je wellicht geneigd om dat ook veel te doen tijdens de workshop. Maar dan krijg je toch een beetje een college van 45 minuten en niet de gedroomde interactieve sessie die je voor ogen had. En interactie is dan ook het sleutelwoord om wel een goede workshop te geven. Je moet zorgen voor een gesprek tussen deelnemers, gestuurd door jou. En ik wil je in deze video een aantal tips meegeven die ervoor gaan zorgen dat jij een denderende workshop gaat geven. Interactie tijdens je workshop begint al bij het begin. Je laat in, laten we zeggen, de eerste 5 à 10 minuten de deelnemers van jouw deelsessie alvast met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp van dat moment. En dat doe je met een simpele vraag die je ze niet plenair voorlegt, maar die je ze elkaar laat stellen in 2 of in 3-tallen. Dat noemen we buzzen vanwege het geluid dat daarmee in een zaal ontstaat. En dat zorgt ervoor dat mensen op een laagdrempelige manier met het onderwerp bezig zijn, met elkaar in gesprek zijn en dat ook op die manier de drempel wordt weggenomen om verder in het gesprek deel te nemen. Zorg er dus voor dat je je deelnemers in het begin van je workshop al een korte, simpele vraag voorstelt waarover ze kunnen buzzen. Wil je de titel workshop eer aandoen, dan moet je mensen ook echt met elkaar aan de slag laten gaan. Je moet ze werk laten verrichten. In de workshop moet je je deelnemers aan het werk zetten. En hoe kun je dat nou goed doen? Door ze een concrete casus voor te leggen. Denk bijvoorbeeld na over een probleem dat jij in het afgelopen jaar bent tegengekomen in je werkveld. Jij hebt wellicht al wel de oplossing en die kun je gewoon vertellen. Maar de vraag is of dat dan beklijft. Veel beter is het om het probleem voor te leggen. Je deelnemers te vragen met elkaar kort te bedenken wat een goede oplossing zou zijn om vervolgens te vertellen hoe jij het probleem hebt aangepakt. Dat zorgt ervoor dat je boodschap beter beklijft. Laat je deelnemers dus aan de slag gaan met een concrete casus, een vraagstuk, een probleem. Mijn derde tip gaat over structuur. Stel je nou voor dat je voor een workshop 45 minuten hebt. Dan kun je die al indelen in 3 blokjes van 15 minuten. En dan weet je dat je bij elk blok in ieder geval 1 vraag kunt stellen aan je publiek. Zo laat je de zaal meedenken. Laat je ze ook even iets doen. Wissel je de werkvorm af. Blijven mensen bij de les. En heb je een verhaal wat je normaal gesproken in 45 minuten als een college zou vertellen, al gelijk interactief gemaakt. Het is wel een basisvorm van interactie, dus het is een goed startpunt om ook na te denken over casussen die je voor kunt leggen, andere manieren waarop je de interactie kunt aangaan. Denk aan bijvoorbeeld een stelling, maar denk alvast na over de structuur van jouw verhaal en hoe je daar inplant de interactie met je publiek. Op deze manier ga je in ieder geval je publiek betrekken. En dat is nooit een garantie. Ik kan geen garanties geven dat je publiek ook meedoet. Maar als je het rustig opbouwt, je begint met buzzen, begint met een simpele vraag, dan wordt het al veel makkelijker om lopende jouw workshop ingewikkelder zaken voor te leggen. Een casus, een probleem. En op die manier kun je er dus voor zorgen dat jouw workshop geen college van 45 minuten wordt, maar een interactief gesprek waar mensen met energie weer vandaan gaan. Veel succes! Ik ga je natuurlijk vragen om te abonneren en te liken, maar wat ik vooral wil weten van jullie is waar je tegenaan loopt. Wat zijn nou de concrete vraagstukken die jullie hebben als het gaat over het organiseren van workshops? Ben je gevraagd om een workshop te geven en heb je geen idee hoe je moet vormgeven? Leg het dan voor en dan zullen wij zo snel mogelijk reageren hieronder in de comments.